What's up en welkom! Welkom bij een nieuwe aflevering op mijn YouTube-kanaal, jawel. Ik ben Lem, jullie gamecommentator en het is natuurlijk een maand geleden dat er nog content werd gedropt op mijn YouTube-kanaal. Ja, sorry daarvoor mannen, sorry daarvoor en natuurlijk vrouwen, vriendinnen, alle genders die maar kunnen. Maar ja, ik had echt geen tijd in real life. Ja, ik ben heel druk bezig met mijn assistent-manager, jobbaan, waar heel veel tijd en uren in kruipt. En ja, daardoor vind ik dus niet meer de tijd om in eerste instantie te gamen en om in tweede instantie dan ook nog eens content te gaan creëren. Dus druk, druk, druk. Maar oké, in deze week 44. Probeer ik het terug op te pakken. We gaan zondag kijken naar de seizoensfinale van seizoen 1 van Bingo. En vandaag gaan we kijken naar de allerlaatste wedstrijd die Tietema in seizoen 1 heeft gereden. En dat was de Skoda Tour de Luxembourg. Jawel, het parcours heb je net gezien gekregen. En we gaan eens kijken wat Tietema daar kon verwezenlijken. Ja, kunnen we afsluiten met een hoogvlieger? Dat zou wel lekker zijn, hè? Zo'n klapper, nog een ritzegen erbij. Want hij heeft al 1 profzege behaald dit seizoen, Tietema. En zijn bondgenoten in deze ronde van Luxemburg werden Romain Seigelen, Arjen Nivens, Attilio Viviani, Timothy Dupont, Dimitri Peiskens en natuurlijk Bas, de man himself, Tietema. Voilà, voilà. Deze komen aan de start. 6 renners voor Bingo. In het fluogeel natuurlijk Viviani met zijn allerlaatste koers voor de Bingolers. Ja, ik dacht ook dat het zijn allerlaatste koers was. En natuurlijk is deze koers al een tijdje verreden, hè? Want je hebt eigenlijk al het WK gezien van deze save met natuurlijk Kwiatkowski die daar wereldkampioen werd met mijn team Polen. En we gaan eens kijken dus wat deze ronde vanuit het verleden dan eigenlijk de ronde van Luxemburg heeft opgeleverd voor Tietema en Co. Jansen wou meteen er vandoor in deze openingsetappe in Luxemburg. We zien een break-even dag voor Bas, ja, dat is niet wauw. En de instructies waren ook duidelijk. We mochten naar de ontsnapping. We mochten Dupont helpen in de lead-out of zelf sprinten. Maar ja, halverwege deze etappe wordt het even moeilijk. Kijk eens aan. Livens moet eraf ook zeigelen. Viviani. Natuurlijk de treinvorming bij onze Bingolers. En ook Tietema heeft het zwaar. Tietema heeft het lastig. Kom aan Dimitri. Help hem een beetje over deze knik te geraken. We hangen er nog net aan. Al is het tussen hangen en wurgen. Maar oké, we komen uiteindelijk terug. En op deze Staffelter moeten we toch wel nog even wat opschuiven met Tietema. Maar hij zit bijna blok. Hij zit bijna blok op deze koord van 2,7 kilometer. 6,3% gemiddeld. Jawel, jawel. Maar we gaan het overleven. Ja, we gaan het overleven. Kijk eens aan. Tietema is erover. Hoppa, hoppa. Er komt een klein breukje. Maar we zitten nog wel steeds in het peloton. En kunnen we voor onze eigen rekening sprinten? Ja, dat kunnen we zeer zeker. Maar het zal niet voor de overwinning zijn met Tietema. Maar wat kunnen de andere Bingolers? Want die Vijs is hier een heerlijke lead-out uit neerzetten voor Seigelen. Seigelen moet nu komen. Romeinke tegen de rest. Kom aan Romein. Romein gaat dan pakken voor de gele. Jawel, de geelhemden. Hoppa, Bingo. Bam, kraak binnen. Goal binnen. Ja, wat ik nog allemaal wil bijknallen. Maar oké, hij is binnen. Seigelen heeft gewonnen. Zo simpel is het. Tietema komt ook nog binnen. In de achterhoede van het peloton kan je stellen. En ja, we krijgen een statpunt erbij. Dankjewel Romein. Want zo werkt deze Tietema-mode. Als er een ploeggenoot weet te winnen, dan komt er ook een statpunt vrij voor Tietema. Die ik zelf dan ga invullen qua stats. En wij werden uiteindelijk 59ste met Bas. Ja, oké. Zeker en vast niet slecht. En etappe 2 is alweer een stevige. Kijk eens naar die slothelling daar op het allerlaatste stuk. En dat is die Eschdorf. Ja, dat is een stevige beklimming. Je zal het straks wel te zien krijgen. Kron is een van de topfavorieten. Ook Evenepoel, Ballerini, Honoré. Ja, de mannen van Quickstep gewoon. Maar ook Livin staat ertussen. Ja, Seigelen niet. God weet waarom. Maar Romain heeft echt een bijzonder goede La Vuelta gereden, hè, in deze save game. En hij toont meteen zijn kwaliteiten ook in deze ronde van Luxemburg. En voilà, de orders zijn duidelijk. Tietema plus 2 dagvorm. We mogen de leider gaan beschermen. Allee, als Bas dat wil. En we gaan dat doen. Ja, of nou, zal ik toch even proberen aanvallen. Ja, ik probeer toch wel altijd een beetje tegendraads te doen. Dus we gaan toch even aanvallen. Dat stond ook wel bij de instructies. Het is toegestaan. Daar ga ik vanuit. En Schuurmans probeert ook mee te gaan. Ja, voilà. Hij gaat er ook meteen invliegen. En wij gaan nu wat opschuiven. De Wilden is er nog bijgekomen.
Laverick is de man uit de UK. En we gaan hier toch even wedijveren. Hoppa. Oh, geen heuvelstet, nauwelijks een klimstet. Maar Tietema deed er toch even mee op die knik voor de bergpunten. En dan hebben we deze Côte de Eschdorf. Ja, dat is toch wel een bedorven geval. Dat moet je toegeven. 2,3 kilometer maar wel bijna 9% gemiddeld. Damn. En dit stuk is eigenlijk een beetje de hel. 14% en nog wat ergere stroken zullen er wel in zitten. En daar zijn nu de mannen van UnoX. Zij proberen het gat nu te dichten. Ja, Tietema moet eraf. Laverick gaat nog even mee met Bas. Maar het was te denken dat we op deze klim buiten categorie echt wel zouden gaan breken. Ja, ik denk toch dat het een klim buiten categorie is. Je kan het niet zien, hè, met die sprint items daaronder voor. Bij het parcours bedoel ik dan, van onderen. En de Tietema, ja, hij moet eraf. Dat was al duidelijk. Voilà. Hij gaat hier binnenkomen, ver achter het peloton en de voorste gelederen. En ja, je ziet daar rechtsboven al. Romain Seigelen pronkt daar alweer op nummer 1. En hoe is dat gebeurd? We gaan even terugspoelen. We gaan gewoon helemaal terugspoelen tot aan het begin van die Eschdorf. De Côte de Eschdorf. En voilà, dit is er gebeurd. Livens wederom met een prachtige lead-out voor zijn kopman. En Seigelen hoeft maar gewoon te volgen. Hè. Ja, Livens kan dit natuurlijk ook. Heeft dat dit seizoen al meermaals bewezen in deze scene. Virtueel, want in real life was het iets minder voor Arjen. Het was niet slecht, hè, zijn seizoen. Laat ons daar eerlijk over wezen. Maar het was ook niet hoogstaand. En dan zit ze eigenlijk klaar natuurlijk. Voilà, de concurrentie komt snel. Die lijken zich al wel wat op te blazen. Ik probeer toch lang te wachten. En daar komt nu Seigelen, de man in het geel. Ja, niet geel van Bingel. Het is een beetje donkerder. En het is toch Kron die komt aandringen. Het wordt een millimetersprint tussen Seigelen en Kron. Maar ja, ik heb het eigenlijk al verklapt of daarnet getoond. Seigelen stond helemaal bovenin. Heeft hij daadwerkelijk ook gewonnen? Dat is ook altijd de vraag die je op PCM moet stellen. En ja, het is close, mannen. Ik weet het. De camera staat misschien niet loodrecht op de finish. Maar ja, Romain Seigelen krijgt de overwinning. Het had evengoed Andreas Kron kunnen zijn. Dat geef ik eerlijk toe. Maar oké, 2-2. Heerlijk gedaan dus. Tweede statpunt. Bam, aanvinken voor Tietema. Straks op het einde van deze aflevering gaan we natuurlijk die statpunten gaan toekennen. En 2-2, ja, dat is lekker. Dat is mooi begonnen. Dit gaat goed, zeker ook voor Bas. Heeft vandaag ook zeker en vast zijn tijd in het zakje gedaan daaromtrent. En je ziet hier de seconde. Ja, het verschil in seconden. Het zijn er wat, maar ze tellen wel. En Seiger blijft de slijder. Tietema staat nu op weet ik veel welke plek. Maar we stonden wel 80ste in de daguitslag op dag 2. En dan gaan we naar de derde rit. Ja, die is vrij vlak. Met Sabel, met Ballerini, met Dupont van Asbroek, Biström, Biermans, Saragli, Marit zagen we ook nog staan. En deze Hester staat in het magazine. En ook Seigelen natuurlijk. Ja. De man van het moment momenteel. De Fransman die er furore maakt in Luxemburg. Skoda is er wederom bij. Qua sponsoring dan. Voilà, voilà. Het is mij stil aan de start. Ja, oké. Okay. Geen idee waarom. Had ik mijn geluid afgezet. Het zou kunnen. Voilà, de instructies in ieder geval erbij. De strategie. We mogen wederom de lead-out doen voor Dupont. Of zelfs sprinten. Of naar de ontsnapping van de dag knallen. Maar oké. Okay. Ik heb toch zoiets gehad van... Ik ga het toch eens proberen met Bas in deze rit. Je weet maar nooit. Ja, tweede rit zeg. Stel je voor. Hoe lang moeten we wachten op die tweede rit zeg, Bas? Het wordt tijd dat je er nog een pakt, vriend. Kom op, kom op. Statsverhogingen zijn er al geweest. 70 sprint momenteel. Met zijn dagvorm 71. Ja, ja. Wie weet, oh, het zou wel heerlijk zijn. Ja. Ik kijk er eigenlijk nog eens naar uit om te winnen met Tietema. We hebben dit seizoen veel gewonnen. Tietema hemzelf ook eentje gepakt. Daardoor heeft hij ook die contractverlenging gekregen. Voilà, voilà. Publiciteit, altijd mooi meegenomen. Bas is goed bezig. In real life ja, was het iets minder in zijn eerste echte profjaar, als ik het zo mag stellen. En de vraag is, ja, gaat hij volgend jaar nog voor Bingel rijden of niet? Ik heb er eigenlijk nog maar weinig van gehoord. Ik heb eigenlijk ook de Tour de Tietema afleveringen de laatste maand ja, eigenlijk nauwelijks kunnen volgen. Dus ik weet niet of dat daar eventueel al een update is gepleegd over wat er volgend jaar gaat komen voor Bas.
Maar als iemand dat daadwerkelijk weet, mag je dat gerust in de comments droppen. Dan ben ik meteen op de hoogte. En we gaan de trein opzetten met Livens, dan Seigle, dan Dupont, Tietema, Viviani. En ja, Pijsjes doet maar zijn ding. Die hoort niet tot de sprinttrein vandaag. Algarme Dimitri. Hij mag niet meespelen. Maar oké, zwart, het is aan Livens nu. Arjen moet het gaan doen. Dan moet Seigle komen. Ja, Dupont kan het natuurlijk ook afmaken, hè. Maar kunnen we volgen met Bas in het wiel van Timothy? Dat is de vraag. Dat is absoluut de vraag. De oude rot, Dupont. Bij mij gaat hij nog een jaartje verder. In real life dacht ik dat hij echt op pensioen ging. En nu gaat Dupont erover. Dupont erop en erover. Niemand kraakt aan het wiel van Dupont. Alhoewel, Szabo komt dicht. Ja, Kron komt nog. Maar hij komt te laat. Alweer. Oeh, dit is zuur, Andreas. Ja. Kron alweer. Nummer 2. Ja, oké, die etappe hiervoor kan je wel stellen dat Kron misschien nummer 1 was. Ja, zeer zeker. Dat was een heel dubieuze zege die naar onze kant viel. En Dupont pakt hem wel. Ja, kijk eens aan. 3-3. Oh, knap me wakker, mannen. Ja, op extreem. Met een RDC dagvorminstelling van plus 3. Dus max plus 3 kunnen we pakken. Per dag, per etappe, per rit. En Dupont pakte 3-3. Ja, 3 statpunten erbij voor Tietema. Damn, waar gaat dit eindigen? Gaan we naar een 5-5? Ja, het zou heerlijk zijn. En wat kunnen we natuurlijk nog voor die eindzege? Want dat is ook een belangrijke. Want ook daar natuurlijk statspunten te winnen, hè, voor Tietema. Als we de eindzege pakken. En we gaan kijken naar etappe 4. Maar dat is er eentje die ons niet ligt. Hè. Dat is een zure 25 kilometer tegen de klok. Onderweg hebben we daar nog een knik. We hebben Evenepoel aan de start staan. Ja. Wie kent Remco Evenepoel nu nog niet? Ja, die kan beter ergens anders gaan kijken. Ja. Oh, wat een seizoen in real life van die Evenepoel. Damn. Ja, het is gewoon ziekelijk. En we gaan in ieder geval begin januari 2023 iets doen rondom Evenepoel. Dat is al een kleine spoiler alert voor degenen die dit stuk niet aan het bekijken zijn. Ja. Die hebben pech. Die gaan het niet weten. Ja, voilà. Begin januari, Remco Evenepoel. Ja, als je benieuwd bent, kom gerust dan een kijkje nemen. Je kan ook gewoon blijven kijken tot dan, hè. De komende weken. En Tietema deed het niet slecht in die tijdrit. Is geen tijdrijder, dat is ook duidelijk. Plus 1 dag voor hem en bam. Een vijftal minuten kregen we daar aan de broek met Tietema. Ondertussen is het al bijna 6 minuten geworden. Maar wat doet deze Seigle? Wel een plus 3. Ja, we hebben redelijk wat geluk met de tijdritstat die dag voor Romain. Maar het mag wel niet baten om de dagzegen, want niemand minder dan de wereldkampioen in real life. Jawel, Tobias Vos heeft de tijdrit gewonnen in deze ronde van Luxemburg voor Honoré. Hij is de nieuwe leider ook, Michael Froilich Honoré. Vos is tweede, Seigle op 3 in het algemeen klassement. Maar ja, wie had dit verwacht? Was dit een kleine spoiler? Virtueel al een kwinkslag naar wat er ging gebeuren in real life op dat WK. Tijdrijden, ja, het zou zo waar kunnen. Want ik heb deze ronde nog voor het WK in real life verreden. Dat is al even geleden, ja, ik weet het. Ik moet puur op de content of de ritten, de gaming die ik toen heb gespeeld, om content te creëren de dag van vandaag. Ja, oké. Voilà. In ieder geval, Seigle maakt nog steeds kans om deze ronde te winnen. En wij staan met Tietema op plek 75 in het algemeen klassement op 17 minuten. Niet slecht, zeker niet slecht, want dit is zeker en vast geen makkelijke ronde. 2HC, om nog even duidelijk te stellen. En dan gaan we naar de slotetappe met Evenepoel, met Biström, met onder meer ook Ballerini, Kron, Honoré. Ja, hij staat er ook bij, Michael Froilich Honoré. Dat is minder, want ik hoopte misschien toch nog een late aanval of een late uitval te plegen met Seigle op dat geel van Honoré. Hier zie je hem in het midden staan. En voilà, de orders zijn duidelijk. We moeten Seigle uit de wind houden. En de volle focus gaat naar Romeinke. En met Bas hebben we... Ja, welke dagvorm hebben we met Bas? We zien daar een kruis staan. Oeh, min 2. Nou, min 2. Bas is niet optimaal. Voelt zich niet lekker, dat is ook duidelijk. Seigle wel een plus 2. Dus oké, het kan wel. De finale is daar ook heuvelachtig. Dus we gaan ons best doen. We gaan zien of we nog iets kunnen verwezenlijken met Seigle. Of eventueel die Livens nog om die eindzege. Maar met Bas gaat geen vet te worden. Nee. Het vet is van de soep. De dagvorm is er niet.
De ziekte is er ook wel wat. Heeft last van zijn rug, als ik me het nog goed herinner. Ik dacht dat hij wel een gebrek aan de rug had of zo. Heeft nog een paar dagen geduurd na deze ronde van Luxemburg. Maar het was dus wel duidelijk dat het in deze laatste etappe niets ging worden. Voilà, hier gaan we naar eigen tempo. We laten het peloton rijden voor wat het is. We hebben genoten van Tietema absoluut in deze laatste koers, rittenkoers van het eerste seizoen. We hebben eigenlijk van Tietema in het algemeen genoten van deze save. Heeft het echt niet zo slecht gedaan. Oké, er waren sommige rondes bij waar het totaal op niks trok. Maar oké, hij heeft de stats ook niet helemaal. Hè. En we gaan hier nu naar de laatste kilometers. Ja, het is Livens die even de meubels gaat proberen redden daar met een aanval. Was wel een stevige. En de Belgische kampioen Evenepoel zien we ook meeschuiven. En Seigle schuift terug in. We hebben natuurlijk wel wat de krachten kunnen sparen. En Evenepoel probeert nu te controleren natuurlijk voor zijn kopman. En dat is Honoré in deze ronde van Luxemburg. De leider ook momenteel. En kunnen wij nog iets doen met onze Bingolers? De laatste keer de Pa Bayer Bierk gaan we doen. En het is aan Livens nu om de lead-out weer op te zetten voor Seigle. En het is een goeie hoor. Ja, Livens heeft hem te pakken. Seigle volgt lekker. Hoppa. De laatste kilometer en een half. Seigle lijkt me weg. Seigle lijkt me weg. Ja, Livens, daar moeten we niet meer naar kijken. Die zit aan blok. Die zit volledig choco. En nu moet Seigle het afmaken. Oh nee, hij valt stil. Kom maar, Romain. Maar hij is binnen. Jawel, Romain pakt de rit. En tijdsverschillen. Ik denk niet dat we ze gaan krijgen. En was het dan nog genoeg om Honoré nog te kloppen? Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet. Het zal afwachten worden. Of we eventueel de eindzege alsnog pakken in deze Skoda Tour de Luxemburg. Jawel, de ronde van Luxemburg. Tietema komt binnen. Hij heeft overleefd. Geen DNF, nee. Krijgt de finish. Hij rijdt deze ronde uit. Mooi gedaan, Tietema. En hier komen er dus vier statpunten aan. Want we hebben vier ritzeges gepakt. Jawel, jawel. Maar geen eindzege. Ah, dat is zuur. Dat is echt wel jammer. Ja. Het zal zo waar vijf statpunten kunnen zijn. Oh, stel je voor, vijf statpunten, dat is veel man. Dat zou echt veel zijn. Plek 97 is het geworden. Asfalt is nog uitgevallen in deze laatste rit. En het algemeen klassement wordt dus gewonnen door Quickstep Alpha Vinyl met Michael Freulich Honoré op 1. 6 seconden daarachter zeigelen. Ja, ze zuren. Het zijn 6 zure seconden. Absoluut. Vos op 3, dan Kron, Hermans van Hooijdonk. Gelukkers, dan hadden we nog Jensen, dacht ik, ook nog gezien te hebben. Ja, kan mis zijn. Evenepoel stond er ook nog daar in die top 10. En hier Tietema op plek 88. Dat is nog best ver van de laatste. Dus zeker niet slecht, Bas. Goeie ronde van Luxemburg verreden. En deze drie haalden uiteindelijk de eindstreep niet. Met Leo Heter daar ook bij. En toch nog even een klein, kort, beknopt overzichtje. Tiende voor Livens in die laatste etappe. Seigle wist te winnen. Dupont won op dag 3. Jawel, dag 3. Dan pakten we ook nog de zegen met Seigle op dag 2 en op dag 1. Dus 3 ritoverwinningen voor Seigle. Eentje voor Dupont. Dat zijn 4 statspunten. En we hebben ook nog het nevenklassement gewonnen. Maar ik ga geen statpunt daarvoor geven. Ja, 5 is misschien echt wel wat overdreven of wat extreem. Met een eindzegen had ik ze wel toegekend. Dat is toch wel nog iets anders. En voilà, dit wordt de transfer voor Viviani. Hij gaat naar Dron Hopper. Het is hem van harte gegund, Attilio. En Marco Tizza, hij verlaat natuurlijk ook Bingol. Ook zijn contract hadden we niet verlengd van de Italiaanse kampioen. Omdat ik eigenlijk gewoon te weinig punten had. Want anders had ik Tizza er echt wel bijgehouden. En hij vertrekt naar Bardiani. Ja, mooie ploeg natuurlijk volgend jaar voor Tizza. Ik wens hem ook alle successen daartoe. En voilà, Tietema had backpains. Voilà, pijn aan de rug, zoals ik daarnet al zei. Maar na een paar dagen was het wel wederom opgelost. En ook Laurens Rex, ja, het is al bekend. Hij trekt naar Lotto Soudal in deze save. En deze Jente Michels wou heel graag naar Bingol komen. Maar ja, helaas Jente. Ik heb geen punten meer beschikbaar. Het had wel leuk geweest mochten deze renners zich aanbieden voor 0 onderhandelingspunten. Hè. Dan had ik hem wel nog kunnen tekenen. Dan had ik tenminste mijn ploeg nog een beetje kunnen uitbouwen. Het zou een heerlijke feature zijn, maar oké.
Anderzijds versta ik wel dat die renners ook punten nodig hebben, want anders kan je je ploeg blijven vullen met die mannen. We gaan ook nog even dit bijtekenen. De Rossa gaan we natuurlijk houden als fietsenmerk. En ook deze Alex Kolman wou graag naar Bingo komen. Maar hetzelfde verhaal als Michels. Ja, geen punten meer, dus we kunnen hem niet aannemen. En wij gaan vooral de nevenstats wat opkrikken. Voilà, het is gebeurd. Ze zijn erbij geteld. We gaan naar 63 voor de stamina, 64 voor de resistance en 57 voor de recovery. En dat is natuurlijk de recuperatie, weerstand en dan de allereerste stamina is de uithouding. Voilà. Als ik goed zit, ik hoop van wel. Resistance is weerstand. Ja, oké. Stamina is de uithouding. Ja. Ja, normaal wel. Ik ben nu te twijfelen. Maar zwart, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering alweer. De Bas Tietema-mode. Dit was zijn laatste koers van het eerste seizoen. Helaas geen tweede ritzegener kunnen bijknallen. En ik hoop dat jullie natuurlijk komende zondag terug afstemmen voor een nieuwe aflevering van de Bingol Sazen Powels Wallonie Bruxelles. Waarin we de seizoen 1 gaan afsluiten met nog wat leuk beeldmateriaal uit de Bretagne Classic. Ook van de Benelux Tour. Ja, de Bing Bang Tour of alle sponsors dat hij al heeft gehad door de jaren heen. En dan gaan we ook nog naar Parijs Tours, als ik me niet vergis. Natuurlijk de Velodoor gaan we nog even meenemen. En we gaan kijken of we nog uiteindelijk gesukkeld zijn in de World Tour. Maar ja, je weet dat normaal die kans onbestaande is. En ik kan je nu al spoileren, het is ook niet gebeurd. In ieder geval, tot komende zondag. Bedankt om te kijken en bye bye.